Ja, ik kan ook lachen en alles dat ik kan. Ik ben Duits, wij kunnen dat niet. Dus, je mag alles doen, we knippen er wel uit wat absoluut niet kan. Ja, wat doet de ASL? Ja, dat is eigenlijk echt een kutvraag. Ja, hè? Ik ben machinist bij ASL en ik rijd treinen. Ja, maak er wel moois van. ASL is een spoorwegonderneming en wij rijden 100% goederentreinen. Wij vervoeren eigenlijk alles wat we kunnen. Van stukgoed tot chemicaliën, auto's, alles is mogelijk. We gaan naar België, Duitsland, Polen, Zwitserland. Eigenlijk heel Europa. Wij hebben de slogan kwaliteit heeft een naam, ASL Netherlands. Wij kunnen volledige diensten aanbieden. Locomotief, personeel. Contact met de machinist, paden aanvragen, treinnummers aanvragen. Het opstellen van de papieren van de machinisten, dienstregelingen en bij calamiteit zijn we het eerste aanspreekpunt. Dat betekent dat je eigenlijk de volledige verantwoording hebt over de gehele trein. Bij ons heb jij echt alles in één hand. Also wij organiseren voor jou de trein van A naar B. Jij kunt echt terugvallen en genieten. Dat is een reden waar wij echt anders zijn dan anderen. Het mooiste aan mijn werk is eigenlijk dat je elke dag iets anders hebt. Dit is geen dag hetzelfde. Iedere dag is toch echt anders. Afhankelijk van de situatie op het spoor, de medewerker op de trein, de medewerkers hier op kantoor. Je werkt samen met eigenlijk heel Europa. Dus met die hele keten in contact zijn en samen voor zorgen dat die trein van Rotterdam naar Berlijn rijdt, dat maakt het ontzettend leuk. ASL is echt daarvoor bekend echt mensen betrokken te houden, medewerkers betrokken te houden. Dat de medewerkers echt hier thuis zijn eigenlijk, echt ook identificeren met het bedrijf. De team is heel fijn, de band met elkaar is goed. Gezellig op kantoor ook niet onbelangrijk. We zijn een heel hecht team, ik heb een superleuk baas. Zij vertrouwen mij, dat begrijp ik, en ik vertrouw hem ook. We zijn een klein spoorwegbedrijf, we zijn de grootste private in Duitsland. De concurrenten zijn heel grote bedrijven, maar wij willen niet nog groter worden. Wij willen klein blijven, maar stabiel en loyaal. De spoorwereld is booming op dit moment. Dus de aankomende jaren gegarandeerd dat we door kunnen gaan als ASL, want we zijn super op de goede weg. Wij zijn op zoek naar mensen die meedenken. Wij willen dat die mensen ook de mening zeggen. Zij moeten solliciteren en dan moeten ze door het sollicitatiegesprek met mij en dan is dat eigenlijk de wereld. Ik heb wel bij een aantal bedrijven gewerkt en ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo'n baas meegemaakt. Maar ons mascotje, ja, wij hebben, zal ik dat gaan? Het is echt wel, Sven is wel echt heel top, ja. Wij hebben hier onze mascotje, een naam heeft hij nog niet, daar zijn we nog op zoek. En iedere kind wat bij de familie ASL komt, die krijgt dit natuurlijk als cadeautje. Ja, als jullie ook kinderen hebben, Als je ook kinderen hebt, kom je maar werken, dan ga je er ook in.